Maar we hadden het net over familiebanden, hè? Dat je bepaalde dingen weer in familie terugziet. En dat is niet alleen met blikken in de ogen, in de manier van doen, maar ook met het praten. Ook rare dingen zeggen bijvoorbeeld. Ik persoonlijk heb daar gelukkig geen last van. Maar mijn dochter en mijn moeder, die kunnen er allebei wat van. Ik had vorige week, zondag kwam ik uit bed en ik was een kopje thee aan het drinken. En ik wou naar de kerk toe en ik drink dat kopje thee op en in één keer dan zie ik wat geschitter voor de ogen en dan denk dichter aan de ogen en dan nou, nog eens een beetje drinken. En dat verneem ik gewoon, dan komt er een migraineaanval. Gelukkig heb ik hele goede medicijnen ervoor, dus ik neem vlug wat medicijnen in. Het was iets van 7:30, ik ben een paar uur naar bed gegaan. Dan werd ik wakker en alles was weer bij het oude, hoofdpijn was weg. Dus op zondagochtend ga ik altijd even naar mijn moeder koffie drinken. Dus ik kom bij haar binnen, toen zegt ze, Diana, wil je koffie? Ja? Altijd, natuurlijk wil ik altijd koffie. En toen zegt ze, met of zonder cafeïne? Normaal drink ik altijd zonder cafeïne. Ik zeg, nou doe maar met. Ik zeg, want ik heb even een kleine shotje nodig. Ik zeg, want ik had vanmorgen bijna migraine. Toen zegt ze, oh dat is wel goed, zegt ze, als je cafeïne neemt. Want dan verwijdert de aders in de kop. Ik zeg, nou maar, was niet, ik zeg, doe dat maar niet. Maar dat is niet zo best. Zij bedoelde dus, hè, de aders verwijden zich in het hoofd. Maar ja, vorig jaar zat ik dus met mijn dochter op de camping en ook weer zo'n migraineaanval gehad. En ik was een beetje helemaal suf. En toen zeg ik tegen haar, ik zeg, Serena, stel nou dat mama hele rare hoofd begint te trekken. Ik zeg, ja, en voordat je het zegt dat ik dat altijd doe, ze stel dat mijn mond begint te hangen en mijn oog begint te hangen. Ik zeg, wat heb ik je altijd geleerd wat je daar moet doen? En gelijk, echt, ze hoefde helemaal niet na te denken, ze wist het gelijk. Ja, zei ze, dat weet ik. Ik zei, nou wat dan? Ja, zei ze, dan moet ik jou een keiharde klap aan je kop geven. Ik zeg, nee, ik zei, doe maar niet. Ik zei, je moet wat anders doen. Dan moest ze een poosje nadenken en toen wist ze dus dat ze dus 112 moest bellen. Dus mijn moeder en mijn dochter, kom dan niet in de buurt als je hoofdpijn hebt.